I want money in large amounts. My garage full of. All right, drum. Ik was toevallig bij Bel, man. Ik zag Johan in de back. Ja, even bezoeken. Ben er weer weg geweest. Kennen jullie wel. Lange tijd terug, zo. Ja, hoe is het, joh? Rustig. Ik ben er gewoon. Nu met dat surveilleren, ja. Zie ik. Gratis weg. Hoezo gratis? Wes even wat ik kan. Wat doet deze man? Ik doe helemaal niks. Lekker zitten gewoon, man. Lekker kijken. Genieten van het weer. Netjes. Sterk. Ja, man. Dus, ja, we zijn hier. Vroeg 10 alweer. Het gaat snel. Ja, die zon is in mijn ogen, dus ik kan niet volledig kijken. Dus ja, later die training. Wat voor training ga ik jullie laten zeggen? Hey, deze man, jongen. Als ik met hem ben, ik kan niet serieus blijven, man. Deze man, jongen. Ja, vanaf is die training spannend. Kijk naar. Hey, dit is een party, hoor. Ja, maar kijk er naar uit. Zo, we zullen het zien, man. Zo meteen naar de fysio. Dus dat is een mooi begin. Zo, lichaam even opwarmen. Ja, toch? Lichaam opwarmen, hè? Nee. Kill. Kill. Ik heb helemaal niks aan de kamer. Hou je mooi. Okay, dus ja. Het is mooi weertje, ontspannen. Zo, straks neem ik jullie mee. Straks meer. Zo, even die preparatie, even wat eten, honger man, echt weinig tijd gehad, nu heb ik ook weinig tijd om te eten, maar goed, beter nu dan nooit, of dan later. En ja, ik moet zo meteen trainen, het is bijna 5:45, dus we gaan zo meteen aan bewegen. Zo, we zijn er, Amsterdam Training Center. Hier gaat het plaatsvinden, mijn eerste MMA training. Spannend, ik heb er echt zin in. Ik heb een beetje iets te veel gegeten, maar maag is een beetje vol, maar goed, gaat goed komen. Ik heb er zin in, man. Ik heb er echt zin in. Weet wel, ik kan niet gepriet worden. Dus, ik heb me mentaal en fysiek al voorbereid. Dus we zullen kijken of het bevalt, tussen op of eronder. Voor herhaling vatbaar of niet voor herhaling. Niggas talking all smack talk. They ain't about MMA, man. We zijn er gewoon. Back up, what? Zo, om in intens, man. Zo. Niet normaal, man. Maar goed, we houden ons staande. Steeds in de velden, man. Steeds. Niggas is playing. Zo, net eerste MMA training gehad. Lekker, man. Hoe vond je dat ik het deed? Gewoon eerlijk, hè? Top, super. Goede conditie, doorzettingsvermogen, dus ik hoop dat ik je weer zie. Klopt. Kan niet toegeven, toch? Al ben ik nieuw hier. Moet je wel laten zien alle, van, man. Ik sta er. Je hebt die fighting spirit, dus ja, ja. Kom hier, man. Dankjewel. Ja, ontzettend leuk. Hoe is het? Nou, eerste training. Wat vond je ervan? Het was behoorlijk intensief, maar het was leuk, man. Leuke ervaring, man. Ja? Echt tof. Je ziet het echte MMA-handschoen. Alleen die techniek goed leren, man.
Ja, dat ja. komt wel. Maar als op de grond ligt, weet je. Je moet echt iemand in een vaste grip leren te houden. Ja. Maar dat komt wel, man. Heb je zelf al ervaring? Of? Nee, het is de allereerste keer, man. Echt okay, allereerste gewoon keer. Met vechtsport überhaupt? Ja, ik heb in het verleden wel judo gedaan op jonge leeftijd. Maar sindsdien okay. niks meer met vechtsport. De voetbal, fitness. Dus is niet echt vechtsport. Okay. Dus ja, goede ervaring, man. Ja, dat is goed toch? Zoals je ziet, is het best intensief. Ik heb een blauwe oog. Dus, ja, man. Ja, man. Maar het is leuk, maar het is echt leuk. Ja, oké. Okay. Woesh. 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 Dat zeggen ze toch, als je klaar bent met trainen en als je gaat beginnen. Woesh. Zo, het was mijn training, zeg ze. Intensief, maar ik kon het gewoon bijbenen. Conditioneel gezien was ik ook gewoon goed. Ja, prettig, man. Het was een leuke training, man. Ja, toch? Ik voelde me gewoon even Conor McGregor op. Niks is erg. Ja, was leuk, man. Was echt leuk. We hebben goede stoten uitgedeeld en zo. We zijn gaan sparren. We hebben techniek geleerd, zeg maar. De nekgreep. Als je op iemand ligt, zeg maar. Weet je wel, moet je de nekgreep toepassen en helemaal klemmen zodat hij niks kan doen. Dat hebben we allemaal uitgevoerd. Ja, is leuk, man. Is echt leuk. Maar ja, natuurlijk kan ik daar niet filmen als ik bezig ben. Dus ja, dan moet het maar zo. Maar ja, het was top, man. Het is echt top. Het is een hele goede ervaring. En ik ga even op de website kijken. Ik ga het zeker vaker doen, man. Voor herhaling vatbaar. Zo. Ben rustig bij mijn moeder. Damn. Hoe lekker het is, hè. Dan ben je lekker gaan sporten. Heb je die douche gepakt, zit je nu lekker op de bank ontspannen. Met mijn fruit natuurlijk. Heerlijk. Is nu even bijkomen van die sessie, van die MMA-training. Ja, het is zeker voor herhaling vatbaar, zoals ik al zei. En het is een vechtsport, weet je wel, wat ik doe naast fitness en voetbal. Het is gewoon behoorlijk leuk, het is echt leuk. Alleen conditioneel moet je wel bepaalde basis hebben, anders wordt het een moeilijk verhaal. Want je bent constant bezig, dus het is wel goed dat je conditie op peil is. Anders hoef je niet mee te doen, dat kan ik je nu al zeggen. Maar goed, mijn conditie is goed, ik kon het bijbenen, daar ben ik gelukkig ook blij om. Ik heb hard stoten gehad, ik heb ook goed geïncasseerd, maar ook uitgehaald natuurlijk. Dus ja, dat was mijn eerste MMA training. Leuk, man. Wie weet, ga ik het vaker doen, vaste basis. Ik ga eens even die website checken en zo. De programma's die ze klaar hebben staan en zo, de schema's. En wie weet. Maar ja, leuk dat jullie hebben gekeken, maar leuk dat jullie erbij waren. Ik heb gefilmd waar ik kon, waar mogelijk. En tot de volgende keer. Oh ja, trouwens, als jullie de vlog leuk vinden, vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Oftewel, te liken en subscriben. Tot de volgende vlog. Ciao. We on the mission for more. Get your shit on your hoe. We ain't fucking with your hoes. Just crooks and niggas about they flow. Trying to live Godzilla. Anywhere from a bad